In de vorige video moesten we een quiz doen. Vonden we twee soort van steensleutels. En moesten we vechten tegen een shiny fuzzy. Oh, en Koeps is ons gejoind op ons avontuur. En nu zijn we hier. We moeten die twee sleutelstenen dus hier in deze pilaren doen, denk ik. Kijk, de zonnesteen, die moet hierin. En daarachter is het kasteel van de grote draak Vermilla. En waarschijnlijk kunnen we dus strakjes door deze buis heen. Als we de maansteen ook erin doen. Kijk, zie je, nu gaat er wat gebeuren. Ja, wat gebeurt er dan precies? Deze twee gaan op een rijtje. Oh, twee knoppen. En dan staat er hier iets op de buis geschreven. Ik krijg Lord of the Rings vibes. Dat heeft ook van dat oplichtende, rare geschrift wat je niet kan lezen, die elfentaal. Hier begint het pad naar Vermilla's kasteel. Zwakhalzen, keer en de om. Gij die het waagt voort te gaan, sla op beide schakelaars tegelijk met kracht van twee. Deze uitdaging is een eitje als gewerkt met een koepa uit Bloesemburg. Vanaf waar moet ik dat doen dan? Dat is me nog een beetje onduidelijk. Oh, wacht, ik kan sturen. Maar hoe? Hoe moet ik sturen waar dit ding naartoe gaat? Ja, deze gaat misschien wel werken. Zo. Ja, en dan... Ja, hoppakee. Zo moest hij. Lekker. Oké. We kunnen dan nu denk ik door de buis, hè? Ja. Het brokkelt af en dan komt het echte buis. Let's go. We gaan naar Vermilla's kasteel. Oh jee. Hier is de grote gekke draak. Oh jee. Dit is het kasteel van Vermilla. Dat is weer eens wat anders dan Bowser's kasteel. Oh, hier moeten we een papieren vliegtuigje worden. Jongen, Vermilla's kasteel. De verhalen waren zeker niet overdreven. Het is hier super eng. Ik weet niet meer zo goed hoe dit nou werkt. Volgens mij... Ja. Helaas. Dit was niet goed. Kan ik het... Oh, ik kan het wel openen. Oké. Hallo? What's a good day? 1, 2, 3. Bam! Oké, ik ga eens even de stuitersprong doen op al hun hoofden. Kijk, dan liggen ze gewoon lekker zo. Dan doe jij lekker je schildschot. Kan ik er alleen maar eentje raken dan? Of zou ik er meer kunnen raken? Nee, we raken er inderdaad één. Maar we geven ze geen kans. Hoppa. Zo, weg ermee. Vijanden hebben helemaal niks op ons, Koeps. Vraagtekenblok. Wat is dit? Spring bij een perfecte uitvoering meerdere keren op een vijand. Ja, maar we hebben al andere penningen. Auw! Jeetje, doe eens even rustig aan, man. Wat gek. Oké, die voorste heeft een pauwblok. Die moeten we even uitschakelen. Oké, die achterste gaat nu aanvallen. Wat ga je doen? Oes. Ah, je hebt hem lekker niet geraakt. Lekker voor je. Hé, en we krijgen een hartje erbij. Dat is natuurlijk van die penning. Zo, dan gaan we deze ook eens even naar beneden brengen. Dag. En die voorste is verslagen. Die kan zijn pauwblok in ieder geval niet meer inzetten. En weg ermee. Oeh, we moeten nog één vijand verslaan. Dan gaan we weer een level omhoog. Dat is heel nice. Ik ga het wapenschild gebruiken, jongen. Ik wil even zien. Even zien wat dat doet. 1, 2, 3. Hatskidee, daar worden ze allemaal geraakt. Oeh, maar ze zijn niet kapot. Volgens mij timed ik het niet perfect dan. Dat is jammer. Kijk, hij gaat zijn powerblok gebruiken. Ah, gelukkig krijg ik weer HP terug. Lekker, man. Dat is een goede badge. Oké, gaan we die middelste even verslaan? Zo. Oh my god. Koeps ligt ook op zijn rug. Koeps is geraakt. Nee, nu kan die ook niet aanvallen. Ja, het is natuurlijk ook een Koopa. Ja, dat is wel een nadeeltje. Hoppa, weg ermee. Lekker Koeps, gelukkig sta je weer, maat. Oh, er komt iemand op het podium. Een shy guy. Die komt even stoer doen. Wat doet... Oh, kijk. Die komt ons helpen. Lekker, man. Dankjewel. Dat waardeer ik. Dat is top. Ik dacht, die gaat ons pakken. Maar die shy guy komt gewoon even helpen. Tijd voor bingo. Helaas. Oh, wacht even. Iemand biedt wat aan. Een flesje Yakult. Oh, ik heb hem geraakt. Misschien... Ik weet niet of ik dat had moeten doen. Misschien wou hij ons wel helpen. Of misschien wou hij de Koopa helpen. We zullen het nooit meer weten, want ik heb hem aangevallen. Maar we krijgen wel 8 puntjes erbij. En dat betekent weer een leveltje omhoog. Oké, wat gaan we doen? Gaan we voor PP? Oh, dat zijn die penning points. Ja, die wil ik eigenlijk wel doen. Ja, dat is nice. Want dan kan ik meer penningen gebruiken. Ja, dat gaan we doen. Lekker. Want ik moest nu natuurlijk al 2 penningen niet gebruiken, omdat ik maar 3 punten had. En nu hebben we er 6. Dus nu kunnen we veel meer aanvallen gebruiken en zo. Dat is top. Dat hebben we wel even nodig ook. Hé, ik heb een schild. Een panzerschild. Maar kijk, die penningen. Nu hebben we dus 6 punten hier. Dus zouden we de krachtsprong kunnen gebruiken of de mispoes en de krachtklap. Laten we die krachtsprong maar erbij doen. Ik heb zo'n gevoel dat straks al deze vijanden allemaal tot leven gaan komen. Maar voorlopig liggen ze daar gewoon een beetje te chillen. Wat gebeurt er? Koeps zegt... Oh, nee! Oh, zijn dat je matties? Oh, dat is toch niet je vader? Hij zegt wel, dit geraamte doet me aan mijn vader denken. Geen twijfel. Dit is mijn vader. Wat heftig! Oh man, dat vind ik echt pittig. No, kijk hem huilen. Wow, yo. Maar wacht, wat is dit nou? Mijn vader houdt een brief vast. Of nou ja, zijn skelet houdt een brief vast. Wat vind je wat ik moet doen? Zal ik de brief lezen?
Ja, zeker zo de brief lezen. Oké, goed. Je kunt het, Koeps. Dan zal ik hem maar lezen, zegt hij. Ik kwam naar dit kasteel om Vermilla te bestrijden, maar voel mijn einde naderen. Ik zal daarom in deze brief de zwakke punten van Vermilla vermelden voor degenen die na mij komen. De vreselijke Vermilla kan niet tegen kwakende wezens die met een K beginnen en eindigen met ikker. Ik heb vernomen dat er in dit kasteel iets verborgen ligt dat verband houdt met deze gevoeligheid. Als je ook maar enigszins kans wilt maken om Vermilla te verslaan, moet je dat eerst vinden, wat het ook is. En één laatste tip. Als je op het punt staat om te verliezen, probeer deze draak met praatjes de tijd te keren. Helaas heb ik niet de kracht om nog meer te schrijven. Mijn blik wordt reeds wazig. Mijn laatste woorden richt ik aan mijn zoon, Koopar. Ik hou van je en ik ben trots op wie je geworden bent. Mijn zoon Koopar, dit is dus niet Koop... Dit is niet zijn vader. Oh shit. Maar als het niet mijn vader is, zou die stapel botten daar dan misschien mijn vader kunnen zijn? Nou, laten we gewoon op zoek gaan naar je vader. Blijkbaar zijn dit allemaal Koopas die gestreden hebben tegen Vermilla, maar niet hebben gewonnen. Dat ligt hierachter trouwens. Daar ligt wat. Hier ligt er één. Oh nee. Jullie hechten duidelijk niet veel waarde aan jullie levens als jullie ons komen verstoren. Jullie zullen geen stap verder komen, want zo dadelijk zijn er alleen nog maar botten van jullie over. Weer een heel leger, joh. Ik denk dat we weg moeten rennen. Wegwezen. Jeetje. Ik denk nog steeds dat ik hier doorheen moet, maar misschien heeft deze antwoorden. Laat me nou gewoon erdoor. Hier. We gaan vechten. Ik ga vechten. Kom dan. Ik geef me niet zomaar gewonnen, maat. Kom maar. Hoppakee. Dat denk je wel niet, joh. Oké, ik denk dat we er heel goed aan doen om hier even de stuitersprong te doen. 1, 2, oh, nee. Oké. Okay. Oh, ik krijg nu echt allemaal dingen op mijn hoofd gegooid. Dit is niet oké. Okay. Goombella, wil jij even tips geven over deze? Hoe moeten we deze aanpakken? Dat is een dualbones. Die heeft maar 1 HP. Hij was ooit een Koopa Troopa. Een aanval waarbij je meer dan 1 dualbones tegelijk raakt, werkt het best. Ja, maar niet springen. Zullen we een powerblok gebruiken? Ik denk dat werkt. Ik denk dat een powerblok... Ja! Powerblok werkt goed. Oh, hij gaat weer nieuwe matties bouwen. Gaan we even deze uitschakelen. Hatsie flats. Ik wil ook weten wie deze rode knar is. Is dat ook eenzelfde dualbones? Een rode dualbones, een beetje te rood. Hij heeft 5 HP, 3 aanval, 1 verdediging. We moeten hem verpulveren. We moeten eerst alle andere dualbones verslaan en dan hem. Kijk, daar is weer een nieuwe. Hij blijft bezig. Maar dit gaat goed komen. Ik heb alleen even Koops nodig. Je zit me even een beetje af te ranselen hier, hè? Wie denk je wel niet dat je bent, jongen? Ik heb straks wel echt eventjes een paddenstoeltje nodig, bedoel ik. Zo, ik ben flink afgeranseld met Mario door deze gekke mannetjes. Maar we hebben wel gewonnen. We hebben ze wel verslagen. Lekker. En nou die deur open met je hoofd. Dus even kijken wat hier is. Daarboven ligt trouwens een sleutel. We moeten zien daar boven te komen. Dan kan Koops die sleutel pakken. Maar hoe komen we daar? Geen idee. Dit zal ermee te maken hebben. Ik kan hierop springen. Hierop. En dan kan ik deze kapot maken. Koops, ik denk dat ik jou moet schieten. Hier. Misschien moet ik hem de andere kant op schieten. Misschien moet ik hem die kant op schieten. Waarom lukt dit niet? Ik weet niet of het lukt. Ik weet niet of ik nu iets raak. We gaan het zien. Kijk, nee, we missen dat ding. Oh, misschien moet ik hem die kant op schieten. Ja, oké. Okay. Ja. En dan ga ik erop staan en kijken wat er gebeurt. Oké, let's go, Koops. Oké, nu kan ik hier opspringen. Ja. Moet je wel erop springen, Maria? Potverdorie. Poging 2. Ja, dan hebben we hier een sterrenstuk. Wat als we hier vallen? Dan hebben we helemaal niks. Maar kijk, kan nou natuurlijk wel hier staan. Dan kan ik die knop indrukken. En wat gebeurt er dan? Oh, dan gaat de trap de andere kant op. Oké, dat ziet er goed uit. Want dan kan ik namelijk hier naartoe. En dan kan Koops die sleutel pakken. Ja. Kunnen we in ieder geval een deurtje openmaken. Kijk, dan kunnen we hier door. De rode kasteelsleutel. Deur open. Let's go. Oké, hier kunnen we naar boven. Of we kunnen hier recht naar voren. Door. Is tot nu toe even de vraag waar we naartoe moeten. Er is hier een rode knop. Gaat het achterste deurtje open? Oh, wacht even. Dat moeten we dan even zo doen. Maar dan kom ik niet meer terug. Nee, wacht even. We gaan eerst eventjes naar boven. Let's go, Koops. We gaan eerst even hier naartoe. Oh, we gaan echt heel erg hoog. Oké, wat is hierboven? Oké, hier is de groene sleutel hebben we hier nodig. Hier een trap. Kunnen we even... Oh, dat kunnen we niet pakken blijkbaar vanaf daar. Misschien moeten we vanaf een andere kant hier komen. Nou, we moesten dus toch de andere kant op. Oké, Koops, we moeten toch deze kant op. Bam, zet die knop maar aan. Dan kan ik niet naar de linkerkant toe. Dat is dan weer jammer. Hoe kom ik daar nou elke keer bij? Er liggen hier zoveel dingetjes verstopt. Maar ik heb het gevoel dat ik die niet kan pakken. Dat is jammer. Hier is een kist. Oh jee. Sapper de kriek nog aan toe.
Is dat weer zo'n gekke kist? Wel heb je uiteindelijk wat gasten over de vloer. Dit is alweer een hele poos terug dat ik bezoek heb gehad. Hoorde je me nou? Ja, wij kunnen deze kist horen praten. Hè? Zo hebben wij natuurlijk ook dat vliegtuig power-upje gehad. Ah, en er wordt weer gevraagd of we hem uit zijn kist kunnen halen. Heel aardig en zo. En dan gaat hij straks dat waarschijnlijk stoer doen. Maar dan krijgen wij wel een power-up erbij. Hij heeft blijkbaar een sleutel. Mario zegt, ik vertrouw dit niet, want dan worden we vervloekt. En als je me helpt, dan... we krijgen niet de sleutel, dan krijgen we een wederdienst. We moeten dus de sleutel zoeken die deze kist opent. Oké, dit is gevaarlijk. Hier zijn allemaal stekels. Sowieso, daar moeten we omheen lopen. Dat is duidelijk. Misschien kunnen we ook wel springen, maar... Eerst eens even kijken of ik er gewoon omheen kan lopen. Hier zit trouwens een barst in de muur. Misschien als ik... Mijn mat hier er tegenaan schiet. Nee, ook niet. Oké, ik kan niks met die barst in de muur. Kijk, is dit de sleutel? Dit is de sleutel. Oh jee, stekels. Ja, ik hoefde niet eens zo er naartoe te lopen. Maar we moeten wel tempo maken dat we nu goed teruglopen. Maar gelukkig kennen we de weg nu. We kennen de weg. We moeten hier naartoe, zo. En dan naar links. Ja, easy man, easy. We hebben 45 seconden hiervoor, 50 seconden. Easy. Hier, we zijn er al. Ja. Oké, dag. Doei, stekels. Doei. Meneer, ik heb sleutel voor jou. Ik ga jou openmaken. Hij is zo blij dat we de sleutel hebben gevonden. Hij doet heel aardig, maar zie je, kijk, nu begint hij te gillen. Ah, uilenkop. Ah. Zie je, gaat hij stoer doen met zijn boze gezicht. Niet kwetsen, bedoel, maar als je in een list al zoals deze trapt, heb je echt zaagsel in je hoofd. De hinderlagen in het kasteel zorgen ervoor dat niemand er ooit meer uitkomt. Het doet er niet toe wat je bedenkt. Er is geen uitweg. En je zult langzaam en pijnlijk aan je einde komen. Je krijgt er een vloek bij van mij. Nou, dankjewel. Dit is wel top. En nu kunnen we weer wat extra's doen waarschijnlijk. Deze vervloekende vloek is nog vervloekter dan de enige andere vloek die je ooit hebt vervloekt. Als je op ZR drukt, maak je een kwartslag om je as, waardoor je nog maar een dun strookje papier lijkt. Die hebben we nodig. Maar ja, die hebben we heel hard nodig. Dat was precies wat ik nodig heb. Dankjewel. Jij boze geest. Je bent een topper. Stelletje onnozele halzen noemt hij ons. Nou, ik denk dat je zelf een beetje onnozel bent. Maar je helpt ons continu. En dat vind ik eigenlijk best wel aardig. Dankjewel. Kijk, want nu kunnen we gewoon natuurlijk hier uitlopen. Zo. En nu kunnen we ook deze muzieknoot pakken hier. De Audio FX-A. Oh, dat klinkt als een kikker. Stond erbij. Bij aanvallen van Mario klinkt het gekwaak van een kikker. Die hebben we straks nodig tegen de baas. Dan moet de krachtsprong even weg, denk ik. Dan moet die aan. Dan kunnen we nog twee aanzetten zo. Oh, die kost geen die kost niks. Oh, die is gratis. Oké, top. Het is gewoon een audio effectje. Dit is gewoon voor gratis en voor niks. Weet je nog, een paar gangen terug, daar konden we ook, dacht ik ook dat ik door die tralies heen moet. Want daar lag ook wat achter. Kijk, hier zo. Want hier konden we door deze spijlen heen. Ja, we moeten wel even goed doen. Let's go, Mario. Kijk, daar zijn we. Hier is niks. Maar hier ligt wel wat. En dit is... De groene kasteelsleutel. Ja. Helemaal toppie. Daar ligt trouwens nog een ding, hè. Die kan ik niet pakken, volgens mij. Of moet ik dan hier eraf vallen? Nee, ik kan hier niet afvallen. Anyway, ik denk dat hier achter Vermilla schuil gaat. De grote draak. Dus die gaan we pakken in de volgende aflevering. Dus knal een duimpje omhoog. Abonneer als je van Nintendo houdt. En dan zie ik je daar. Pap, pap. Ik heb er zin in. Mazzel.